Zenomone, je wordt ook getipt vandaag hier in Corbeek-Leu als mogelijke winnaar. Ja, wat heb je daarop te zeggen? Niet zoveel eigenlijk. Ik hoop het dat ik maar een kans maak op het einde voor de sprint. Maar ja, we zullen zien hoe de... Jij hoopt op een groepsprint, denk ik, hè? Ja, dat mag wel. Maar we zullen zien hoe de koers verloopt, hè. Je kunt dat nooit van tevoren inschatten. Ze zeggen dat het hier op een massasprint eindigt. Maar ja, is dat zo effectief? Dat weten we niet. Dus... Wat vind je van het parcours? Selectief genoeg? Ja, zeker met een paar bergjes schoon kunnen doortrekken. Dus ik denk wel dat het goed is. Voor jullie ook een klein beetje een thuiswedstrijd, toch, mag ik zeggen? Hè? Ja, het is dicht in de buurt, hè, van Gladbeek. Dus. Gisteren gereden? Ja. En prestatie? Ik ben dan tussen was ik 26, denk ik. Ik was wel heel trots op mijn eigen eigenlijk, omdat dat echt... Dat werd niet dat voor jou, denk nee, ik. Nee, het was echt beschouwd eigenlijk als meer als een klimkoers. Maar ik ben wel blij dat ik heb uitgereden. Ik heb goed voor de ploeg meegeholpen. En dan podiumplek kunnen halen met de ploeg. Dus ik denk dat dat zeker geslaagd is. Al een paar overwinningen gehad dit jaar. Je hoopt er nog een paar te halen, denk ik? Denk het wel. Ja. Dat is het doel natuurlijk, om zoveel mogelijk overwinningen te halen. Wie wordt de duchte kandidaat tegenstander vandaag? Ik denk toch wel Senne Hulsman, is een zeer grote kans. Senne Wilms ook wel, denk ik. En dan misschien van het kannibaalteam dat er ook wel een sprinter tussen zit. Dus zeer rekening mee houden. Oké, we zijn heel blij dat we eindelijk jou eens mogen spreken. Het is graag gedaan. Succes. Dank je wel.